zal Ted van der Parre de titel sterkste man van Nederland weten te handhaven? En wie gaat er voor Nederland naar de competitie om de sterkste man van de wereld? In het komende uur krijgt u de uitslag. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Voor de nieuwste aflevering van de Sterkste Man van Nederland zijn we ditmaal te gast in Leerdam. Een stadje van 20.000 inwoners, gelegen in het groene hart van Holland, de Alblasserwaard en de Vijf Herenlanden. Een puur Hollands decor van groene weiden en zwartbont vee, knotwilgen, kleine riviertjes en molens. Leerdam heeft zijn bestaan te danken aan de plek waar de Leede in de Linge stroomde. En daar waar de Leede werd afgedamd, ontstond Leerdam, later verkort tot Leerdam. Bijna vijf eeuwen geleden tot graafschap verheven, ontwikkelde Leerdam zich in de loop der eeuwen tot een nijver industriestadje met als voornaamste pijlers kaas, hout, railbouw en natuurlijk glas. Want Leerdam is voor alles glasstad en daarmee wereldberoemd. En als we het dan toch over de wereld hebben, wie wordt hier sterkste man van Nederland en plaatst zich automatisch voor de sterkste man van de wereldcompetitie? Dit zijn de deelnemers. Hij was vorig jaar de verrassing met zijn derde plaats. De 40-jarige Hagenaar Rens Vrolijk, een bodybuilder. Number 8. Zijn nummer voor het eerste onderdeel krijgt hij van scheidsrechter Jeff Capes. We herkennen het gezicht van Tjalling van der Bos, de reus van het Friese Achlem. Hij won de titel in 1989. Number 6. De hand in de glazen koken voor zijn nummer. Paul Smeets, een powerlifter uit Limburg, werkzaam bij de Rijkspolitie. Number 4. De imposante gestalte van de 29-jarige sportschoolhouder uit Geesteren, Berend Veenenberg. Een powerlifter die ons land al jaren vertegenwoordigt bij WK's en EK's. Vorig jaar tweede in Zierikzee. Nummer 2. Een man die begon met touwtrekken. De 29-jarige Piet Flikweert uit Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Nummer 7. Ja, en dan hij. De titelverdediger en sterkste man van de wereld. Die gigant uit Vlaardingen, Ted van der Parre, 2,13 meter lang. Nummer 1. En zal hij dat nummer weer waarmaken? Uit het Friese Volscharen een keurmeester van vlees die bijvoorbeeld op Ameland tweede werd, de 29-jarige Wout Zijlstra. Number 3. Good enough. Good enough. En tenslotte een derde Fries, maar die is verhuisd naar het Brabantse Helmond, de powerlifter Gerben Erfman. Number 5. Naast glas was hout vroeger het sleutelwoord hier. Geen wonder. Want voor de bouw en het onderhoud van de vele grote boerderijen en molens was er natuurlijk veel hout nodig. In het jaar 1782 kwam er een grote zagerij van de grond. En het was de molenmaker Frederik van Varsseveld die net buiten de stadsmuur aan de Linge zijn eigen bedrijf begon. En tot het jaar 1950 bepaalden tientallen loodsen, balkenhavens en de zagerij het gezicht van Leerdam. Achter mij ziet u een herinnering aan deze tijd. Een houtloods die nog niet zo lang geleden werd gerestaureerd. En het is logisch dat we daar aan het werk gaan met het eerste onderdeel, de boomstammen. Maar eerst praten we nog even met die ene. Tweemaal sterkste man van Nederland achter elkaar. De derde keer kan scheepsrecht zijn. Het is een bekend gezegd, ja, driemaal scheepsrecht. En ja, twee keer heb ik hem ook gehad, dus in principe waarom geen derde keer? Vraag mij af. Maar ja, aan de andere kant, het is weer, ik heb zeven hete amers weer in mijn nek. Dat bekende oude verhaal weer, ze willen me allemaal verslaan, wat logisch is. En dan de... Ja, op dat laatste onderdeel zullen we zien wie de meeste adem heeft gehad. Laten we zeggen dat je iedereen respecteert, maar van wie ben je onder de indruk? Nou, ik ben nog steeds onder de indruk ten alle tijden van Tjalling. En toch ook sinds, omdat ik vaak met hem optrek, Piet Flikweert. En natuurlijk Berend en Paul Smeets. Dat zijn in mijn ogen mijn grootste rivalen. In de eindrangschikking nummer 4 op Hinderlopen. Nummer 3 Ameland. Nummer 2 Zierikzee. Stel maar in. Ja, als je daarnaar kijkt, moet het nou één worden. Je komt niet voor een tweede, voor een derde of een vierde plaats. Je komt alleen voor de eerste plaats. Daar zitten we voor 100% voor in. De trainingen waren goed. Alles was perfect. Alleen het deelnemersveld is wel heel erg zwaar vandaag. De eerstkomende dagen, de onderdelen zijn wat... Ja, je mag gewoon niet met een onderdeel
bij een van de laatste. Je moet gewoon allround wezen en hopen een paar onderdelen mee te pakken. En dan moet het lukken. Als eerste zien we Rens Vrolijk, de Hagenaar die tijdens de vorige competitie in Zierikzee geblesseerd moest afhaken. Hij heeft de 110, 120 en 130 kilo achter zich en gaat nu voor 135. Een pet als hoofdbescherming en bandages om de armen. Meer een modeverschijnsel dan noodzaak, maar mevrouw Vrolijk vindt het wel beter zo. Blijft hij tenminste ongeschonden. Het lukt. 2 seconden moeten armen en benen gestrekt zijn. Ted van der Parre, de titelverdediger, gaat voor 140 kilo. Zijn voordeel, hij is sterk. Zijn nadeel, hij moet 2,13 meter overbruggen. Het lukt niet, een onverwachte tegenvaller. Ik had er aardig op getraind en het ging allemaal lekker, maar de rest van het veld is zo sterk hierop. Het lijkt of ze allemaal daarop gefocust hebben, op de boomstam. Moet je eerder afhaken dan je lief is, of dan je gedacht had? Vorig jaar werd ik derde hiermee. Dus nu val ik in een heel diep gat. Dan moet ik toch echt met andere onderdelen rare dingen moeten uithalen. En dan kan ik er ver komen. Begin! Wout Zijlstra, pure natuur uit het Friese Volscharen, ook hij voor 140 kilo. En als toegift een variant op die bekende Friese dans, de Schotse treien. Scheidsrechter Jeff Capes en de sterkste politieman van Nederland, Paul Smeets, ook die 140. Uitstoten goed, nu nog strikken. Per gewicht mag 1 minuut worden gebruikt. Hij heeft dus nog even. De balans zoeken. Opnieuw uitstoten en strekken. Hij boos, zij teleurgesteld. De zin was er. Onverklaarbaar. Onverklaarbaar. Ik snap het niet. Oké. Okay. Challing van der Bos, samen met Berend Veenenberg houden van het officieuze wedstrijdrecord van 155 kilo. Dit moet dus geen probleem zijn. Klopt nou, hè? Toch dus, hij blijft steken op 130 kilo en dat is een knappe tegenvaller. We gaan door met Rens Vrolijk, de kleinste van het gezelschap. Nu al is hij van der Parre en van der Bos voorbij. Wat kan hij nog meer? Uitstoten en strekken, dat is de opdracht. Een mix van boosheid en teleurstelling, niet alleen bij Rens, ook bij zijn coach. Wout Zijlstra pakt de 140 kilo wel. Jaag je ze op of is het een serieuze beurt? Ik probeer ze op te jagen, maar ik stap ermee. Ik vind 140 prima. En ik heb die jongens beide gezien op 145. Indrukwekkend. Die kan ik niet tegenop. Ik spaar mijn kracht even. Met andere woorden, je gaat al niet meer verder. Ik ga niet verder. Hoe vertel je dat aan Capes? Hij zal me heel kwaad aankijken, want ik ken hem heel goed natuurlijk. Van de ene Fries naar de andere, Gerben Erfman. 6 man zijn er al af. Als hij deze 145 kilo omhoog brengt, is hij sowieso tweede op dit onderdeel. Poging geslaagd, de tweede plaats is zeker. De enig overgebleven concurrent nu, Berend Veenenberg, 155 kilo. Begin. Het moeilijkste aspect van deze discipline, het uitstoten en strekken. Maar het lukt. Hij evenaart het wedstrijdrecord uit 1989 in hinderlopen. En wat kan dan erg van op dit gewicht? Kom, Gerben, bouw je. Gerben Erfman, houdt hij de race met Veenenberg vol? 155 kilo.
Ja! Nee, hij blijft staan op 145 en Veneberg wint dus. Berend, direct een gat slaan met een paar concurrenten, dat moet wat betekenen. Ja, ik heb het nodig. Ik heb voor mezelf uitgerekend, ik heb vrijdagavond heb ik een punt of 6 heb ik nodig. Om de zaterdag goed door te komen, mits alles gewoon normaal verloopt. Nou, ik heb nu 5 punten, we krijgen nu een onderdeel. Vorig jaar ging het wat minder, ik ben nu weer beter op getraind. En dat was te merken, want we zullen het nu gaan zien. Het onderdeel Boomstamtillen wordt gewonnen door, daar komt hij, 1 Berend Veneberg, 2 Gerben Erfman, 3 Wout Zijlstra, 4 Rens Vrolijk, gedeeld 5e, en dat is een mazzel, Ted van der Parre, Paul Smeets, Jalling van der Bos en Piet Flikweert. Begin 18e eeuw kwamen de eerste glasblazers naar Leerdam. Het waren de Duitsers Pilgrim en Meder. Dat ze überhaupt voor Leerdam kozen was opmerkelijk, want bijna alle grondstoffen en brandstof moesten van verre worden aangevoerd. Maar vrijstelling van belasting en de grond die hun gratis beschikbaar werd gesteld door de prins van Oranje waren niet te versmaden voorrechten. Leerdams glas is nu bekend over de hele wereld. Aanvankelijk op puur ambachtelijke wijze vervaardigd, maar nu gemaakt via de modernste productiemethode. Nog steeds een warm klusje. De overgang van het broze en breekbare glas naar het zware geschut van vrachtauto's is groot, maar we wagen het erop. Dit was vorig jaar niet je beste onderdeel, Piet. Ik was hier vorig jaar derde mee, achter het Tetti Tjoli. Het zal nou close worden met die jongens, denk ik. En Gerben is ook een hele goede vrachtwagentrekker. Dus het zal allemaal weer heel dicht bij elkaar in de buurt komen, denk ik, met dit vrachtwagentrekker. 7000 kilo over 25 meter. Rens Vrolijk hier in beeld en Piet Flikweert. 2, 1. Op de voorgrond Piet Flikweert, massief en dus in het voordeel ten opzichte van de veel lichtere Rens Vrolijk. De race gaat over 2 heats. De tijden van de eerste zien we onder in beeld. Links die van Vrolijk, rechts die van Flikweert. De totaaltijd telt voor de eindklassering. Een verrassingje, Vrolijk ligt hier iets voor. Maar Flikweert komt terug en pakt een paar meter. Hij komt dicht bij zijn eerste tijd. Piet blijft er iets boven, maar wint ruim. Rens moet nog een stukje, maar is wel 4 seconden sneller dan eerst. Je ging bij die start helemaal plat, hè? Ja. Ik moet laag blijven. Kijk, ik ben natuurlijk te licht. Jongens, al mijn kilo zwaarder, dus ik moet... Ik kan niet rechtop lopen, daar heb ik geen gewicht voor. Als ik rechtop ga hangen, hangt er al zo'n 30 kilo meer aan. Dus ik moet het puur uit mijn benen halen. Vandaar dat ik laag bleef. Dat die coach je niet hielp, hè? Nee. Wat doe je nou? Wacht nou. Wat doe je? Zoals altijd veel publiek. Heb je ervaring mee met dit onderdeel? Ja. De ervaring is dat ik er meestal vrij goed in ben. Alleen ik heb nog nooit echt zo tegen het Jan getrokken. Dus ik ben benieuwd. Is het nog een Friese strijd? Een Friese strijd, ja. Hij is een keer Fries kampioen geweest en ik ben een keer Fries kampioen geweest. Maar nooit in dezelfde wedstrijd, dus ik ben benieuwd. Nou, wij ook. Hier is hij. De reus uit Achlem, Tjalling van der Bos. Hier zien we de ontlading in de benen. Vooral de eerste stapjes zijn belangrijk. En natuurlijk een goede grip. Van der Bos in de eerste heat al sneller dan Erfman pakt opnieuw een voorsprong. En let op het verschil. Van der Bos zit hoog, Erfman laag. Van der Bos wint opnieuw van Erfman, die ruim 3 seconden moet toegeven. Tjalling heeft het zo te zien dik naar zijn zin. Dat geldt niet echt voor Erfman. 1,5 in totaal, is dat voldoende? Ja, ik ken de tijd van Flikweert niet. Dus. Dat was 33. Ja, het gaat alle wedstrijd die we draaien gaat op dit onderdeel tussen Ted, Piet en ik. En het zal nou weer optellen worden en aftrekken. Daar ben ik niet zo goed in, dus dat laat ik maar aan de heren over. Nou, dan zal hij toch nog even geduld moeten hebben, want eerst moeten nog een aantal andere heren met die 7000 kilo over het asfalt. 3, 2, 1. Zoals deze Paul Smeets met die opmerkelijke indianenkoep. Het lijkt wel een stootkussen, maar dat is wat overdreven bij deze snelheid. Zijn tegenstander is Wout Zijlstra, derde op het eerste onderdeel, het boomstamtillen. Kleine stapjes, maar je kunt ook haast niet anders, want als je stilvalt is het gebeurd. Er staat maar 1 afzetbalk op het parcours.
Paul Smeets staat naar de boomstammen gedeeld vijfde. Er moet dus het een en ander goed gemaakt worden. De 25 meter zit erop. Na 33,2 seconden, 3 seconden sneller dan in de eerste heat. Zijlstra blijft opnieuw 6,5 seconden achter. Dat is een hele klus. Een hele klus. Poh. Ze blijven niet rollen, die bakauto's. Je moet blijven trekken. Voor elke centimeter op dit asfalt moet je erom vechten. En dan glij een paar keer weg. En dan weer overnieuw aanzetten. En dan de laatste, Veenenberg en Van der Parre. Je gelooft erin? Blik op oneindig. Daar legt hij de rode eindstreep. En dan moet je snel mogelijk heen. That's it. 3, 2, 1. In de eerste serie was Van der Parre ruim 6 seconden sneller dan Veenenberg. Hij moet nu opnieuw flink wat afstand nemen van Beer. Wil hij in de buurt blijven van de winnaar van het eerste onderdeel? Hij lijkt wat achter te liggen. Veenenberg, laag. Centimeter voor centimeter. En de snelheid zo hoog mogelijk proberen te houden. Van der Parre nu een ietsje voor. In de eerste heat was hij de onbetwiste nummer 1. Als enige onder de 30 seconden. ...30-2, opnieuw een hele scherpe tijd. En Berend, 33 blank. Maar we blijven vriendelijk en vermoeid. De uitslag van het tweede onderdeel van deze competitie, het vrachtwagentrekken. Tess van der Parre doet goede zaken. Tjalling van der Bos wordt tweede, Piet Flik weer derde. Berend Veenenberg houdt de schade beperkt. Vijfde is Paul Smeets, zesde Gerben Ergman, zeven Rens Vrolijk en achtste Wout Zijlstra. 3 punten ingelopen nu. Ja, lekker. Het geeft een tevreden gevoel. Vooral als je onderdeel niet zo best hebt gedaan. En ineens ga je weer uitblinken in een ander onderdeel. Dus dat geeft je weer moed. De stand na 2 onderdelen. 1 nog steeds Berend Veenenberg. 2 Ted van der Parre die stijgt met stip. 3 Gerben Ergman. 4 Tjalling van der Bos. 5 Piet Flikbeert. 6 Rens Vrolijk en Wout Zijlstra. En op de 8e plaats een tegenvallende Paul Smeets. Leerdam is ook het stadje van railbouw. Het bedrijf dat kraanbanen aanlegt in de havens. En werkzaamheden verricht voor de trammaatschappij en de Nederlandse spoorwegen. Zo wordt bijvoorbeeld per jaar 120 kilometer van het Nederlandse spoorwegnet, dat in totaal 4600 kilometer lang is, vernieuwd met bielzen, rails, dwarsliggers, spoorstaven, steenslag enzovoorts. Vroeger ging het laden van het overgebleven spoorwegmateriaal in de wagon met de hand. Men noemde dat ellebogenstoom. En ook nu wordt er nog veel en zwaar werk verricht met de hand. Voor één dag nemen onze sterkste mannen dit klusje over. En om te beginnen niet de geringste. De nummers 1 en 2 van vorig jaar en van het huidige tussenklassement. Ted van der Parre en Berend Veenenberg. Wie zal dit gaan winnen? Het eerste voorwerp een krik van 100 kilogram. Afstand 15 meter. En we lezen de spanning op het gezicht van Ted's vrouw Ineke en zijn 2-jarige zoon Brian. Met nog 3 voorwerpen te gaan is er nauwelijks verschil tussen de twee. De deelnemers zijn wel vrij in het bepalen van de volgorde. Van der Parre kiest hier bijvoorbeeld voor het stuk rail van 100 kilogram. Terwijl Berend die biels van 120 kilogram op de oplegger smijt. Wie heeft het beste zijn kracht verdeeld met nog 1 voorwerp te gaan? Een emmer schroeven van 80 kilogram voor allebei. Berend Veenenberg, hij is de winnaar met 1.34.02. En het zoontje van Ted is heel bedroefd. Het spandoek voor Paul Smeets, die het in zijn heat moet opnemen tegen de sterke Fries Wout Zijlstra. Hier op de voorgrond aan het werk met een bundel bruine lastplaten van 90 kilogram. En Zijlstra gaat als een trein. Hij won een soortgelijk onderdeel op Ameland met gejutte strandvoorwerpen. Als Smeets voor de derde maal terugloopt, zien we de voorsprong van Zijlstra, die nu een etageblok in zijn handen heeft. Onderlegplaten voor bielzen, ook 90 kilogram. Hetzelfde voor Smeets, maar nog steeds met achterstand. En Zijlstra geeft nog geen krimp. Hij pakt nog even fris die emmer schroeven van 80 kilogram. Zijn coach en vriendin ruiken de overwinning. En kijk eens wat een tijd. 1.17.02, ruim 4 seconden sneller dan Smeets. De winnaar van vorig jaar op dit onderdeel weet wat hem te doen staat. Rens Vrolijk. Nee, niet twijfelen. Gewoon zo pakken zoals wat. Je ziet dat op een seconde schil eens. Zijn tegenstander Gerben Erfman. Dat moet kunnen. Hij is er toe. Hij kent het. Als hij die zenuwen maar niet af. Hij is sterker van de zenuwen. Ja, wie sterft hier nou van de zenuwen? Luistert u naar mijn collega commentator. Kom op nou, Rens, lopen! Wat gaat fout?
Kom op, rij sneller! Gooi op dat ding! Erin, erin, helemaal erin! Ja, loop terug, terug, terug! Sneller, rij, sneller! Als dat vat reist, juist zoals dat vat, ja! Kom op nou, hé! Sneller, vrolijk, terug, terug, terug! Je redt het, je redt het, je redt het zo! Sneller, vrolijk, kom op, lopen, lopen, lopen! Sneller, Rens! Kom nou, je bent de snelste nou! Gooi op dat ding! Sneller, Rens! Kom op, Rens! Dat kost seconden, Rens, dat kost seconden! Kom op nou! Lopen, Rens, inhalen, inhalen, inhalen! Inhalen, Rens, gooi op! Omhoog, Rens, dat kost seconden, Rens! Omhoog! Tom, we doen het in de eerste keer, dan lopen we! Sneller, Rens! Kom op, Rens, gooi je op die... Kom nou, Rens, loop nou door! Sneller, Rens, kom nou! Geef niet op, geef niet op, nog één onderdeel! Kom op, Rens! Kom op, Rens! Kom op nou! Oh, schiet op nou, Rens! Terug, terug, terug nou! Sneller, Rens, kom op nou! Sneller! Oh, hij is kapot, hij is echt kapot. Jongen, 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 kom op nou, Rens! Kom op nou, door nou, maak nou tempo, Rens! Oh, mama. Rens, alles nou! Luister, Rens, kom! Alsjeblieft, Rens, kom nou! Nee, Rens! Het laatste, Rens, kom op nou! Kom nou, Rens! Oh, Rens, kwijt! Oh, geef me niet op, hè. Kom nou, Rens, pak op nou! Omhoog, omhoog! Oh, mama. Ja, over. Het is gewoon over, man. Komt er eens. Over. Het is ongelooflijk. Hij is dood. Je moet het afmaken, hè. Maak het af, Rens. Gooi hem erop. Alles, nou. Gooi erop. Alsjeblieft, Rens. En eruit, die benen. Kom op, nou. Rens, maak af. Maak af. Doe het dan wat ik gezegd heb. Alsjeblieft, Rens! Oh. De laatste, ja! Doe het dan gelijk! Oh, godverdomme. Ja. Hij maakt het af. Ik ga er nog iemand in. Ik had de wedstrijd met Jan. 7e en 8e. Maar verslagen Rens. Dus. Rens is een goede loper. Dat is me zeer tevreden. Kun je nog lachen, Rens? Nu echt niet meer. Ik dacht dat mijn onderdeel maar over. Wat denk je? Maak je schoen weer mee. Met pak die bloes. Gewoon gelijk. Zo dat niet zoveel, ja. Eerste biels al? Ja. Dit moment als hij probeert de biels anders te pakken, wordt hem noodlottig. Rens Vrolijk, zoals gezegd, de winnaar van dit onderdeel in Zierikzee. Wat een pech. Nou, dat weet ik niet. En dan de laatste twee, Tjalling van der Bos en Piet Flikweer. Nog steeds is de tijd van Wout Zijlstra de beste. 1.17.02. Tjalling verliest hier kostbare seconden. Hij lijkt nu al kapot. En dit in tegenstelling tot Piet Flikweer die een goed tempo hanteert. Tjalling, een stuk rail nog en een emmer schroeven. Heeft hij nog wat in huis? U ziet het, de meeste fut lijkt eruit. Het komt bij dit onderdeel aan op kracht en uithoudingsvermogen. Piet Flikweer, al klaar, zijn tijd 1.26.71, de derde tijd. En Tjalling, ja, hij moet het duidelijk hebben van andere onderdelen als bijvoorbeeld boomstamkillen en dergelijke. Maar toch, hij redt het.
En hij heeft zelfs nog kracht genoeg om er een extraatje tegenaan te gooien. Evenals zijn vriend Piet Flikweert. Zeg dat wel. Mooi gesproken, Tjalling. Nou, Wout Zijlstra dus de winnaar met 8 punten. Tweede wordt Smeets, derde Flikweert en vierde Berend Veenenberg, die net even sneller was dan Ted van der Parre. Vooral Flikweert lijkt in zijn sas te zijn. Hij zweet niet genoeg. Hij zweet. Nou, derde plaats, Piet. Ja, ik heb hem voor. Nou, heel lekker. Hard opgetraind. Toch weer meer punten als vorig jaar op dit onderdeel. Mooie race. Mooie zware race. Ook voor sterke mannen gemaakt deze. En dan de tussenstand. Veenenberg blijft koploper met 18 punten, terwijl Zijlstra nu tweede wordt met 15 punten. Ted is gedeeld derde met Flikweert, maar Smeets en Erfman zitten hem op de hielen. Vlak bij Leerdam ligt Schoonrewoerd, een dorpje van 1500 inwoners dat in de 11e eeuw werd gesticht door een zekere Jan van Arkel. Schoonrewoerd is bekend vanwege zijn ooievaars, fruit en kaas. En daarvan is er getuige dit lopende bandwerk meer dan genoeg. De fabriek heeft het overgenomen van de vele boeren in en rondom Schoonrewoerd die de kaas vroeger zelf maakten. De strijd van de lopende band tegen het handwerk van de boerin, die zo'n beetje de gehele dag bezig was met melk, stremsel, pers en kaasdoek. Eén ding bleef gehandhaafd, de smaak, het geheim van elke keuken. Het volgende onderdeel, Deadlift, met kazen. Maar eerst kijken we naar Rens Vrolijk. Nog eens op, hè? Ik kijk niet meer. Dus armdrukken met me. Ik win, Rens. Jij wint. Wat adviseert Piet? Nee. Nou, Piet adviseert dus om te stoppen. Ik wou eerst afstoppen, maar ik dacht later, ik ga toch door. Want deadlift is natuurlijk met rechterarm. Ik denk, nou, dan gebruik je toch je biceps niet bij. Maar dokter Piet die zegt dat het dan het helemaal afschudden. Een andere Piet. Piet Flikweert voor zijn vijfde gewicht. Even de luchtwegen vrijmaken met ammoniak en dan die 380 kilo. Het lukt niet, maar lachend neemt hij als eerste afscheid van dit onderdeel. Gerben Erfman, in zijn eerdere beurten goed voor 250, 300, 340 en 370 kilo, gaat nu voor 390. In eerste instantie lukt het niet. Veenenberg adviseert, hij is een meester op dit onderdeel. Je hoort naar voren en naar boven kijken, kom op! Erfman blijft staan op 370 kilo en we komen bij Paul Smeets die heel voorzichtig omhoog klimt in het klassement. En na deze liefdevolle verzorging mag Smeets zijn tanden ook in die 390 kilo zetten. Begin! Ja, dat mag scheidsrechter Keefs nou wel roepen, maar het blijven natuurlijk altijd nog 390 kilo. Ook Smeets komt niet verder dan 370, gedeeld vijfde met Gerben Erfman. Nu als toeschouwers Rens Vrolijk plus coach en dan wordt het plein opgeschrikt door dit. Dat allemaal terwijl deze Tjalling van der Bos toch een heel aardige, bijna introverte jongen is. 390 kilo. Dank u wel. Ted van der Parre, de titelverdediger, ook voor 390. Hij moet slagen, want anders wordt het gat naar de kop van het klassement wel wat erg groot. Jazeker wel, de lock-out, het strekken van lichaam en benen is goed. Ted blijft bij. Zinnen en willen kin volle tillen. Dat is Fries en dat betekent dat je met zon en plezier veel tegenslag kunt overwinnen. Nou, dat is voor deze Wout Zijlstra dan maar te hopen, want zijn laatst gelukte gewicht was 380 kilo. Die 390 van Tjalling en Ted slaat hij over en hij gaat naar 400 kilo. Een aardige gok, maar hij is sterk en bovendien ook nog een aardig danser. Geniet mee, de Zijlstra Shuffle. Meer aanspannen, Wout. Ja, meer aanspannen, maar het blijft natuurlijk wel 400 kilo. En dan gaan de spandoeken weer omhoog voor die lange uitvlaardingen. Ted van der Parre ook 400 kilo.
Anderhalve minuut staat ervoor, dus hij gaat het opnieuw proberen. Maar altijd op dit onderdeel die handicap van zijn lichaamslengte. Dat ding moet van heel laag naar boven. Applaus, over en weer, hij blijft meedoen. Ik moest derde worden hiermee, het is me gelukt. Dat is belangrijk. Want van Berend winnen en van Charling winnen op dit onderdeel, geloof ik niet. Daar zijn ze te goed voor. Berend Veenenberg op sokken, en dat is niet zomaar, nee, je bent weer iets dichter bij de grond en dat is voordeel dus. Sinds de 360 kilo sloeg hij alles over en hij gaat het nu proberen op de 410. Uit zo'n stap spreekt de zelfovertuiging. Hij slaagt en is dus in ieder geval zeker van een tweede plaats op dit onderdeel. Zijn en onze belangstelling gaan nu uit naar zijn enige overgebleven concurrent, Tjalling van der Bos. Die wil over Veenenberg heen en maakt zich op zijn zo eigen manier klaar voor 420 kilo. Kilo poging geslaagd. En wat doet Veenenberg dan weer? Hier komt hij voor 430 kilo. En zo jagen ze elkaar op, die twee. Van der Bos, 440 kilo. Ondanks de support van collega Piet Flikwiert moet hij afhaken. Hij wordt tweede, achter Berend Veenenberg. Weer een onderdeel waar je je zin op gezet had, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Vorig jaar heb ik het een beetje verwaarloosd in de voorbereiding ervoor. Dit jaar ik heb ik een paar dingetjes gehoord en gezien wel met wat Jallinger meegedaan heeft in de wedstrijd eigenlijk. Ik wist dat hij de sterke was. Dus we hebben hem gewoon weer een beetje toegelicht. Deadlift is normaal een van mijn sterke punten. En om dat nou weg te geven op zo'n wedstrijd, heb je dus absoluut zo geen zin in. Iedereen had het eigenlijk verwacht. Berend Veenenberg wint dit onderdeel. Voor Tjalling van der Bos en voor Ted van der Parry, die nog nooit zo hoog scoort op dit onderdeel. Vierde wordt Wout Zijlstra, vijf gedeeld. Paul Smeester, Gerben Ergman, zeven Piet Flikwiert en Rens Vrolijk doet niet meer mee. Komen bij de stand na vier onderdelen. 1 Veenenberg die een gat slaat van 5,5 punten op de achtervolgers. Ted van der Parre, Wout Zijlstra, Tjalling van der Bos, Paul Smeets, Piet Flikwiert en Gerben Ergman. Het schuift allemaal dicht in elkaar. Het mooiste plekje van Leerdam is ongetwijfeld het hofje van mevrouw van Aarde. Het werd gebouwd in de 18e eeuw op de plaats van het kasteel van Leerdam, dat tijdens de 80-jarige oorlog werd verwoest door de Spanjaarden. Maria Ponderes, weduwe van notaris Pieter van Aarde, was de stichteres en bestemden het voor arme, alleenstaande vrouwen. En dat geldt nu nog. Het mag alleen maar bewoond worden door vrouwen. Want aan de bepaling van haar testament werd nooit getornd. De enige man die zeg maar een oogje in het zeil mag houden, is de zogenaamde binnenvader. En daarom zijn onze sterkste mannen hier voor een ander klusje. En dat klusje is de crucifix. Het zo lang mogelijk voorwaarts houden van deze kristallen bollen van totaal 25 kilogram. Lauwe. Begin! De armen moeten volstrekt horizontaal worden gehouden. Niet hoger, niet lager. Een waarschuwing volgt als dat niet gebeurt. Bij een tweede waarschuwing is het over. Als eerste Wout Zijlstra. Hij is inmiddels zo'n 10 seconden onderweg. Lockout. Strikken op capes. Na 29 seconden is het over. De richttijd voor de ander is gezet. Gerben Erfman. Zijlstra is hier voorbij. Erfman 34-7 en dan Berend Veenenberg. Lauwe, ja, begin. Vijf.
Zijlstra voorbij. De 34-7 van Erfman is de volgende. Die heeft hij nu ook. Voorlopig de beste in 36-7. Hij is tevreden. En zo ook vriendin Leontien. Wat kan Piet Flikweert sinds de vorige, voor hem nogal mislukte competitie in Zierikzee, heeft hij flink wat bijgeleerd. En wordt hij een jaar later algemeen gezien als een van de gevaarlijkste outsiders. Laten we eens kijken wat hij hier doet. 25 kilo in die houding. Zijlstra voorbij. Erfman voorbij. Veneberg voorbij. En hij stopt op bijna 40 seconden. Piet flikt het weer en daarmee leidt hij dus. Wat kunnen de anderen? Tjalling van der Bos links en Ted van der Parre. En deze Paul Smeets. Nog 10 seconden naar Flikweert. Nog 5. En net na die waarschuwing is daar het einde op 38-6. Flikweert is nog steeds nummer 1. Een merkwaardige manier van jezelf opladen, maar Ted van der Parre zal best wel weten wat goed voor hem is. Belangrijk voor hem is natuurlijk dat Berend Veneberg tot nu toe de derde tijd heeft gescoord. Na 4 onderdelen staat Ted tweede in het algemeen klassement met 5,5 punt achterstand. Hij moet dus wel een goede tijd zetten. Wil hij nog een aanmerking komen voor de eindzegen? Maar Veneberg 36-7 en Flikweert zelfs 39-9. 36-8, 1/10 seconde beter dan Veneberg. En dan de laatste, Tjalling van der Bos. Zelf zegt hij dat statische onderdelen zoals deze crucifix niks voor hem zijn. Hij moet het hebben van de explosie. We zullen zien. Tjalling van der Bos, we zijn het helemaal met hem eens. De uitslag van het vijfde onderdeel, de forward hold. Heel knap gewonnen door Piet Flikweert. Voor Paul Smeets, die eindelijk ook meedoet. Derde wordt Ted van der Parre. Hij klopt Veneberg, maar had best nog een paar plaatsjes hoger willen eindigen. Vijfde door Erfman, zesde Zijlstra en zeven Tjalling van der Bos. Met een werkelijk ultieme beweging van 700ste seconde verdien je 1 punt. De schade is nu nog 4,5 punt. Is dat goed? Nou, ik had hier eigenlijk normaal gesproken 7 seconden moeten scoren, maar het mocht niet baten, hadden we hun benen die verkrampten van een op de andere seconde zonder een of andere waarschuwing. En ja, dan sta je daar en dan word je ineens overgeleefd aan de rode, die ineens op je benen hebben voorzien, dus dan ben je ineens weg. Dat is zonde. Dat mag je wel zeggen, want Veneberg houdt zijn voorsprong, hoewel die met 1 puntje terugloopt. Derde is Piet Flikweert, vierde Paul Smeets, vijfde Wout Zijlstra, zesde Gerben Erfman en Tjalling van der Bos. Het moderne Leerdam is vertegenwoordigd via het stadskantoor gelegen aan het in 1992 voltooide Dr. Reilingplein. Het plein is bestraat met 170.000 klinkers in halfsteensverband en is doorsneden met blauwe lijnen die allemaal wijzen in de richting van het centrum. Het door Marijke de Goeie ontworpen geheel omvat tevens een carillon en 49 kubussen met blauwe neonsculpturen die bij donker een zeer speciaal effect oproepen. En het is hier dat we een heel belangrijke klus gaan verrichten, de Timberwalk, opnieuw met kazen. De eerste man, u ziet hem, Tjalling van der Bos, de opdracht, 2 boodschappentassen van maar liefst 80 kilogram. Vorig jaar in Zierikzee ging dit onderdeel met meerpalen, in Ameland met harpoenen, in hinderlopen met schaatsen en nu dus kazen. Tjalling acteert tot nu toe bescheiden, hij is gedeeld 6 in het klassement en kunnen we nog wat van hem verwachten?
Let u op die bordjes daar, 40 meter. 50. Hij blijft steady. En waar komt hij terecht? Het wordt dan natuurlijk een stukje moeilijker. Vooral die bocht om, dan moet je je evenwicht houden. In balans blijven. En daar gaan ze los. 108 meter en 4 centimeter. En hoe verhoudt zich dat tot de anderen? Bijvoorbeeld tot Wout Zijlstra, de nummer 5 in het tussenklassement. Zijlstra, die thuis regelmatig traint door de trap van het plaatselijke viaduct op en af te lopen. Hij koppelt kracht aan snelheid. 108 meter 4 dus van Tjalling. Zijlstra is een goed onderdeel voor hem. Ook door die bocht heen. En dan let u op zijn gezicht. Het wordt moeilijker, ja. 107 meter 63. Net iets minder dus dan Tjalling. En dan Ted van der Parre. 4,5 punt bedraagt zijn achterstand op Veenenberg. En vorig jaar won hij dit onderdeel in Zierikzee. Wil hij dus weer aanspraken maken op de titel, dan moet hij goed presteren. En kijk eens, dat doet hij. Wordt daar aangemoedigd door Tjalling van der Bos. Alsjeblieft, 140 meter en 80 centimeter. 140, 80. Mag ik over een woordje klaar, maar ik heb niks. 3, 2, 1. En dan nu zijn grote rivaal, Berend Veenenberg. Het is het onderdeel waar Berend met gemengde gevoelens aan terugdenkt. Want nooit eindigde hij bij de eerste. Maar een eerste plaats in het klassement kan net dat extraatje geven. En hij heeft erop getraind. Gaat dit goed? Berend juicht, maar de scheidsrechters worden bij elkaar geroepen. Doe zo'n eerste plaats aan Ton nog wonderen? Ja. Het is een beetje vleugels heb misschien. Dit heb je nog nooit gelopen. En Ted is voor me. En ik zeg, Tjalling, dat is een goede loop en ik wil de schade op het perk houden. We hebben nog onderdeel. 4,5 punt. Tot nu toe ben ik er één kwijt. Kijk wat de rest doet. Alleen is er sprake van dat je een stukje hebt afgesneden. Mij niet bekend. So he come through here and not round. Right. Maybe we should measure the difference and not disqualify. Measure the difference. The problem is he went out of his lane, so the difference must be measured. What he missed. So it's either he must be measured from the 80 meter mark to the 100 meter mark, and then measure round and then take off the distance. En met deze beslissing mag Berend zijn handjes dichtknijpen. Niet gedisqualificeerd, zegt Capes. Zijn afstand nu 114 meter 20, de tweede afstand nu. Maar hij weet dat hij door het oog van de naald is gekropen. Piet Flik weer nu. En als er één man is die belangrijk werk voor Van der Parre kan verrichten, dan is hij dat. Als hij kans ziet Berend te overtreffen op dit onderdeel, dan scheelt dat Van der Parre weer een punt. Immers zijn achterstand op Berend is nog steeds 3,5 punt. Hij doet dat goed, Piet Flik weer 115 meter 82, verder dus dan Berend. Je hebt je indrukwekkend verbeterd, Piet, ten opzichte van vorig jaar. Het is de tweede keer dat ik dit moest zeggen. Ik heb de beste meter van de hele wereld voor dit spelletje. Kijk, hè? Je zegt zelf, hij is gaan beter. Ja, en Ted is hem terecht dankbaar. Het betekent weer een punt extra ingehaald. Zit er nog meer in? Want we hebben tenslotte ook nog Gerben Erfman. De man die na 5 onderdelen op een gedeelde zesde plaats staat met 20,5 punt. Erfman begon zo sterk met die boomstammen, maar moest uiteindelijk toch terrein prijsgeven. We zien het bordje van 80 meter. Maar niet veel verder, 87 meter en 55 centimeter, de zesde afstand tot nu toe. We hebben nog één man te gaan, de Limburger Paul Smeets. En voor hem is dit één van zijn favoriete onderdelen. Zowel in Zierikzee als op Ameland kwam hij destijds goed uit de voeten. De situatie dus, tot nu toe op dit onderdeel, 1 Van der Parre, 2 Flikweert en 3 Veenenberg. En ook die Smeets gaat naar 120 meter, wat goed.
124 meter en 25 centimeter, de tweede plaats. Weer dus een punt in het voordeel voor Ted van der Parre. 124-25. Je vocht voor eigen kansen. Ja, zeker, want ik heb nog altijd een plaats bij de eerste drie willen graag. Dus en ja, Piet is er ook nog. Dus ik ben dus benieuwd. Van der Parre doet dus goede zaken bij de Timberwalk. Hij pakt drie punten terug op Berend Veenenberg, die als vierde eindigt na Piet Flikweert en Paul Smeets. De rest telt niet meer mee voor de ereplaatsen. Want dit is de situatie. Met nog één onderdeel te gaan leidt Berend Veenenberg nog wel, maar hij ziet Ted van der Parre tot op anderhalve punt genaderd. Tussen Smeets en Flikweert is het ook spannend. We kennen allemaal de verhalen van Asterix en Obelix. Een gestoei onder andere met megalieten. Stenen die in de prehistorie werden gebruikt voor grafkamers. Bij de sterkste man van de wereld op IJsland zagen we de Canadees Greg Earns de volle afstand afleggen met een steen van 185 kilogram zwaar. En we zagen Ted van der Parre de titel grijpen met diezelfde steen door hem 1 meter verder te sjouwen dan titelverdediger Magnus Vermagnusson. Nou, in de buurt van Leerdam hebben we ook zo'n steen gevonden. Hij weegt 175 kilogram. En daarmee valt de beslissing. Hier op de Zuidwal. Wacht af. We zullen zien. Maar klaar ben ik er wel voor, dat wel. Klaar voor 175 kilo die verplaatst moet worden over een zo groot mogelijk afstand. Niet over een prachtige regale ondergrond, maar over mulzand om breken te voorkomen als hij valt. Een extra handicap dus, want de voeten moeten worden opgetild. Schuifelen gaat niet. Dit is Jalling van der Bos. Lopen, 7,45 meter, meer niet. Maar probeert u het zelf maar eens. 175 kilo, dat is bijvoorbeeld een stapel van zo'n 18 kratten bier. Een taak waar nu ook Piet Flikweert voor staat, terwijl Berend Veenenberg zijn armen met hars bewerkt voor een betere grip. Want die grip is belangrijk, dat zien we ook hier. Dat blauwe bordje rechts is van Paul Smeets. Die is hier dus voorbij. Blij met 10,20 meter. De reden, omdat zijn enige concurrent Paul Smeets dus het met 3,55 meter dik laat afweten, is hij zeker van de derde plaats in het eindklassement. Ik ben blij met die derde plaats. Heel blij. Ik word er eindelijk bij. En nou de grote strijd tussen die twee. Wie gaat het winnen? Beter dan. Ja, zo kan het natuurlijk ook, maar toch blijft volgens ons de beste truc om de loeder te verplaatsen een heftruc. Berend Veenenberg in 3-op-1 volgende jaren werd hij vierde, derde en tweede. Op dit moment leidt hij het klassement. Anderhalf punt voor Van der Parre. Als hij niet voorbij de inmiddels door Wout Zijlstra neergezette afstand van 20 meter 10 komt en Van der Parre doet dat wel, dan wordt hij dus opnieuw tweede. Heeft hij dat ding zoals hij hem wil en moet hebben en dan begint zijn race. Piet Flikweert met 10 meter 20 is hij voorbij, maar zijn doel is het bordje met de naam Zijlstra 10 meter verder. Hier is hij Zijlstra voorbij en dan kan de eindzege niet meer ontgaan. Zelfs als Van der Parre dit onderdeel zou winnen, dan nog blijft hij een half punt achter bij de man uit Geesteren. Goedemorgen. Legt u een dame neer, ruim 34 meter. En dan moet er nog eentje, Ted van der Parre. Veenenberg weet zich al verzekerd van de titel. Rest nog de spanning of hij na het boomstamtillen en de deadlift ook dit onderdeel gaat winnen. Je moet nog even in de wachtkamer. Ja. Doe ik. Hoe voel je? Zit erop. Voel me verder goed. Alleen naar wachten nu. Ted van der Parre voor zijn laatste klusje van deze competitie. Berends Leontien nog steeds vol spanning. En Ted. Na die voortreffelijke timberwalk wil hij ook op dit onderdeel nog één keer vlammen. Krijg hem niet. En we horen hem zeggen, krijg hem niet. En je vraagt je inderdaad af, is dit wel de goede manier om het ding vast te houden? Nee dus, veel te hoog vastgepakt. En het resultaat? 4,45 meter. Goed voor slechts een zesde plaats. Toch blijft het een grote en niet alleen letterlijk. Dat blijkt ook uit de volgende beelden. Waar we plaats inruimen voor hem, Ted dus, voor Berend, Leontien en al die supporters. Inderdaad. Soms spreken beelden voor zich.
Kom maar. Dat is belangrijk, Ted. Ja, ik kan er maar één winnen, dat is de beste. Het is Berend, het is hem gegund. Hij heeft al die jaren goed geknokt. Ieder jaar schoot hij een stukje op. En nou is hij champ. Maar dit is belangrijker, hè? Dit is belangrijk, dit is goud waard. Hé? Je bent een soort ontroerd van blijdschap, hè? Ja, eigenlijk wel. Vanaf de eerste keer dat ik het gezien heb op televisie, en dat is jaren terug, heb ik altijd gezegd tegen mezelf, dat wil ik echt graag een keer doen. En graag meedoen. En dan kom je in de sport terecht, eerst ga je powerliften. Veel bereikt. Vaak een Nederlands kampioen. En dan stap je, maak je de stap over om mee te doen in de sterkste man van Nederland. Eerste keer ging het niet zo. Tweede keer ging het beter. Derde keer, vorig jaar ging het nog beter. En toen heb ik gezegd van nou alles op alles zetten. En probeer je droom die je vroeger hebt als kind zijn van 12, 13, 14 jaar, daadwerkelijkheid te maken. En dat het dan lukt. En iedereen is bij je en moedigt je aan en feliciteert. Dat is gewoon niet gigantisch. Het is gewoon een dag van je leven, dat vergeet je nooit weer. Het is alsof heel Borculo en Geesteren voor jou in het water duiken. Heb je zoveel supporters? Het schijnt van wel. En dan moet ik eerlijk zeggen, ze hebben me gigantisch ondersteund daarmee. Het is gewoon verschrikkelijk. Maar dat verschrikkelijk bedoelt hij positief. Berend Veenenberg, ruim 34 meter met 175 kilo steen. Hij wint dit laatste onderdeel. Voor Wout Zijlstra, Piet Flikweer, Tjalling van der Bos, Gerben Erfman en Ted van der Parre. Die het op dit laatste onderdeel erg laat afweten. Paul Smeets wordt zevende, Rens Vrolijk krijgt uiteraard geen punten. Eindelijk pakt hij de titel. Berend Veenenberg wordt sterkste man van Nederland voor Ted van der Parre op 6,5 punt. En derde wordt Piet Flikweer, die nu ook bij de top 3 hoort. Sterkste man van Nederland, 993. Berend Veenenberg! Berend Veenenberg, hij is dus de nieuwste sterkste man van Nederland. En hij zal ons land vertegenwoordigen bij de sterkste man van de wereldcompetitie. Plaats van handeling dit jaar Oranje in de Franse Vaucluse. En beelden van die strijd ziet u volgende week bij de AVRO. Vanuit Leerdam, graag tot ziens.